Vlog, 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 vlog! Hi. Voor het eerst in zeer lange tijd weer eens een vlogje. Ja, het is ook weinig te beleven in die hele Carola's ellende. Maar ik ga naar het Nalenveld om wat onderhoud te plegen aan het bos. Er moeten bomen gezaagd worden. Daar ben ik niet zo van bomen zagen. Inge apparaten. Mijn jas zit tussen de deur. Maar ik kan vast wel wat aangeven. Of wat wegslepen of opruimen. Dus we gaan het maar eens proberen. Het is lang geleden dat ik bij het Nalenveld ben geweest. Ik had wat hele medische dingetjes. Ik ben geopereerd. Nou, de periode voor de operatie kon ik niet zoveel. Maar nu weer wel. Dus we gaan het meemaken. Ja, daar zijn we dan. Het is ook best wel heel lang geleden dat ik ben geweest. De laatste keer had ik dus heel veel last, kon ik niet tillen. En ik kreeg daar commentaar op door een andere vrijwilliger. Dat ik dacht, dat kon ik toch niet. Ik kon ook niet echt heel veel doen in de hele periode. Maar nu ben ik er weer. Gaan we nuttigs doen. Ah, maar niet de eerste. Alleen zagen vind ik dus heel eng. Ik kan het wel, ik heb een cursus gevolgd en ik weet hoe ik het moet doen, maar ik vind gewoon niks. Ik vind het gewoon echt eng en niet leuk. Dus ik ben gewoon niet zo handig en niet zo praktisch ingesteld. Dus het houdt me ook een beetje tegen om iedere cursus te komen. Er is vast wel iets nuttigs te bedenken. Nou, dan heb je dus al die. Dus de zaagploeg is weg. Ik weet gewoon niet wat ik daar moet doen. Dus Karin ook niet, hè? Nee, wij gaan koffie drinken. We gaan koffie drinken en dan gaan we daarna weer naar huis. Nee, we gaan geloof ik opruimen, moeten we dingen. Dingen opzij verslepen. Verslepen. En schillen. Schillen, maar ik... Ik heb geen kaasschaaf bij me. Ook niet. Dan heb je van die grote dingen hebben we daarvoor. We zien nou, graag wel. Nou, we zijn op de plaats van bestemming. Blijf even op afstand staan, want anders horen ze Karin zo hijgen. Oh, ze zijn al begonnen daar, joh. Overdreven. Maar er worden bomen omgezaagd zometeen. En dat moet voor 15 maart gebeuren. Vanwege de faunawet. Want anders kunnen de vogeltjes geen nestjes meer bouwen. Dat is heel zielig. Ja, er zijn 4 zaagploegen aan de gang. Vijf geloof ik. En wat ik dan moet doen. Is als er een boom om is. Dan moet ik zorgen dat er stukken van het pad af zijn. En dat het veld af zijn. En dan gaan we die in een later stadium gaan ze ook schillen. Daar gaat weer een boom. Oh, die gaat niet. Oh jee. Die gaat niet. Dat is niet goed. Hij wil niet. Hij hangt tegen een andere boom aan. We hebben dus last van 2 kevertjes. En die kevertjes die gaan in de schors zitten. En die heten de... Ik was het even op zoek hoor, want ik weet het niet hoe. De dennenscheerder en de letterzetter. En die larven die zitten in het schors. En die maken gewoon die bomen dood. Dus die bomen die... even kijken hoor. Die mik ik daar bij mijn vinger. Die boom. Die is van boven helemaal kaal. Die is gewoon dood. Die is al aangetast. Dus snel om. Schors dan af te slepen. Dan gaan de larfjes dood. En hopen dat ze kunnen stuiten. Want dan straks is het hele bos dood. Maar het gaat wel hard nu. Dit is interessant. Dat is te kort. En de touw dat gaat dus naar die boom. Maar wat ze nou gaan doen? Je hebt nog een ding. Ah, ruimte zat. Nou. Dat is om de goede kant op te trekken. Waar is nu baas? Nu wordt dus de touw onder spanning gezet. En ik denk dat Matthijs er zo meteen gaat zagen. Of heeft hij al gezagen? Dat weet ik niet. Nou, Matthijs gaat nu dus zagen. En dan hopen ze dat hij die kant op valt en niet die kant, want daar is het kampeerveld. Hij beweegt. Ja, daar gaat hij. Sorry. Nee. Rijden. Zo, de klapper. Keurig, wilden jullie hem hier hebben? Nee, aan de andere kant.
lekker. Belde wel. We zijn nog geen uur bezig. Ik denk dat er al 40 bomen zitten. Hè? Hij zit echt achter die hooggrote tak daar. Deze boom is al gezaagd, maar hij wil niet om. Helemaal in die andere boom vast daar. Links en rechts. Gaat ie? Lekker, weer hangen. Ah, nu gaat hij wel in. Doet poging 3 is het al, hè? Zoeken naar bomen zonder blad, maar hier valt wel mee volgens mij, hè? Hier valt reuze mee nu. Ja. Ja. Er zijn een paar rare bomen bij, maar ze zijn allemaal groen. Die schuine, die is volgens mij kaal. Dit is een stuk, schors van zo'n boom. Hier loopt een beestje, maar je ziet hem gangetjes. Dit is een gangetje. Sorry, het is een gangetje. En daar gaan dus die kevers hun gangetje. Deze boom die bleef eerst achter deze boom hangen. En toen viel die eigenlijk ook aan die andere volgende boom hangen. Dus het schiet niet op. Gaan we duwen? We leven nu om 11:15. Erik, waar ik mee meeliep, die heeft in zijn eentje al 17 bomen omgezaagd. Dus de anderen hebben vast ook wel zoiets. Maar tijd om eventjes te gaan schaften. Dus dat doet iedereen. Houdt voor gezien. Er zijn wat mensen zijn weer naar achteren gegaan om te zagen. Maar ja, als je niet kan zagen, dan sta je toch. Ik heb hem wel nuttig gemaakt. Dat wel. Maar ik heb thuis ook nog wat te doen. Dus vandaar. Nou, alleen Nadenveld vond ik een beetje weinig voor een vlog. Dus ik vind hem ook eventjes. We gaan een stadswandeling maken in Delft. Meer is er ook bij. Ja, mag niet. Die heeft niet illegaal in de auto gereden, maar die is hier naartoe komen lopen. Ja, wat een hele klus. Dus ga je mee? Goed, we zijn verdwaald. Echt niet. Zoggerweg. Dit kan helemaal niet. Maar dit is ook de Zoggerweg, maar dat is ook de Zoggerweg, toch? Mm-hmm. Ja. Zoggerweg. Ja, ik heb er zo moeten. Mooi hoor. Dit noemen ze in Delft dus een toren. Nou, veel te laag, toch? Het is een lage toren. Een lage torentje misschien. Nou, ook niet eens. Het is een huisje. Ik heb Maria gezien. Dit is de oude kerk in Delft. En de toren die hebben ze niet helemaal recht weten te krijgen. Hoeveel stond hij uit de lood? 1 meter? 1,96 meter uit de lood. Bijna 2 meter uit de lood. Knik in.
We liepen net zonder dat we het wisten over de langste brug, gemetselde brug van Europa. Want deze brug is gewoon de hele lengte van de straat. De boterbrug. Ik wil zo graag weer door bakjes heen snuffelen. Daar moet een Bijbel in. Daar moet een Bijbel in. Daar moet een Bijbel in. Verkoopt Klaas vaak bidden? Momenteel niet, want de winkel is dicht. Zou dit een moderne versie zijn van een Vlooie Circus? Nieuwe kerk. Weer een kerk. De oude kerk is de nieuwe kerk. Dat zijn grote blauwe ballen. Juist, ja. Kijk daar toch eens wat een leuk pleintje met die bomen. Leuk hoor. Ze hebben hier heel wijselijk maar eventjes erbij gezet waar het dan vandaan komt. Den Ikkersteeg. En een S ervoor gezet. Oh ja, Snickersteeg, lekker. We hebben hier zelfs Delfts blauwe lantaarnpalen. Prachtige stad. Ik zou hem heel graag nog een keertje willen bezoeken als alles gewoon open is. Maar nu is het gewoon dicht. Moet je ermee? Nou, die lijkt wel een beetje op onze Adriaan. Mooie molen hoor. Het is de laatste van de 7 molens die nog open is. Dat hoorde ik net vanuit Betrouwbare Bron. Nou, zijn we bijna terug bij af. Dit ziet eruit als een erg mooi restaurant. En daar staat nog een beeldje. Nog even langslopen. Dan zijn we bij de auto. Dat is snel. De directeur van de spiritusfabriek en zijn vrouw. Ja. En de directeur heeft deze wijk laten bouwen, geloof ik. Hè? Ja, zoiets. Ja. En het is genoemd naar haar, naar mevrouw Agnieta. En het park, ja.